En een hele goede morgen. Wij gaan iets promoten. Dit heeft alles met een eventbon te maken. Dus wil jij door de lucht vliegen in een zweefvariant, gewoon een variant, of met een luchtballon of allerlei andere waanzinnige avontuurlijke uitjes. Nou, kijk een keer naar eventbon. Hartstikke leuk om een keer weg te geven. Om zelf te doen. Kortom, eventbon. Dat mogen wij promoten. En ter promotie daarvan spelen wij een spel. Nou, 0909-8830, dat is ons telefoonnummer. Nick heeft dit spel gespeeld net, dus ik moet natuurlijk even inkomen. Maar we zitten nog steeds met de vraag, wat past er voor kamer? Nou, we hebben al slaap, logeer, kinder gehoord. Prachtige variant, alleen niet de variant waarvoor wij gekozen hebben. Ik heb al gezegd, er staat een, een beetje een... klein bedje. Een beetje een apart bedje in. En toen kwam iemand met kinderkamer. Ik ga gewoon door. En ik bedoel, dus een kinderbed, zei hij waarschijnlijk. Nou, dat is dus, of een kinderkamer. Maar dat is dus niet wat wij zoeken. Wij zoeken iets anders. Dus 0909-8830, wat zou het wel kunnen zijn? Goed, denk daar even over na. Dus we hebben gezegd een beetje een, ja, hoe noem je dat? Klein. Er staat een klein bed in. Toen kwam iemand met kinderkamer. Heel verleidelijk, maar is niet helemaal goed. Wat wel? 0909-8830. Luister, ik heb je 3000 euro. En het is gewoon gegarandeerd. 3000 euro wil jij hier nog op die allerlaatste dag dat wij hier op RTL een spelletje met u thuis spelen. In de meest positieve zin des woords. Dan zou ik meespelen. 3000 euro. 0909-8830. Dit is een telefoonnummer en het is een direct doorschakellijn. Dus dat houdt in, pak die telefoon. En je zou zomaar ineens bij mij hier in de studio kunnen zijn. Nog één keertje, als je nog geen 16 jaar bent, even toestemming vragen. En hou het leuk voor wat? Hou het leuk voor jezelf. Morgen zijn we er niet meer, dus ik zou nu je kans pakken als ik jou was. 0909-8830. Wie oh wie op 0909-8830. Nee, maar je moet wel leuk houden. Goed, jongens, luister. Ik heb gezegd, er staat een bed in. En toen een klein bed. Ja, maar is klein bed het goede woord? Of is het gewoon een beetje een raar bed? Ik heb er toch hele andere ideeën nog bij. 0909-8830, wie oh wie? Gaat mij vertellen wat het antwoord is. 3000 euro en het zit in één van deze. Wat zit in deze envelop? Dus weet jij het en wil je meespelen? Probeer het gewoon op 0909-8830. Dit is gewoon helemaal jouw kans om hier bij mij een fantastisch mooi bedrag te winnen. 3000 euro, lieve mensen. En laten we het zo afspreken. Binnen 1 minuut wil ik hier iemand in de uitzending hebben. 0909-8830. Binnen 1 minuut. We hebben gezegd, oké, klein bedje staat er in die puntje kamer. Maar ik moet zeggen, mag ik niet iets meer aanwijzingen geven? Oké, ja, nee, ze zeggen doe maar niet, want het is echt 3000 euro. Mag je best wat voor doen. Goed, ik zeg even helemaal niks. Ik zeg alleen maar een, ja, hoe zeg je dat, klein bed staat er in deze kamer. Ik zeg even niks meer. Ik zeg alleen maar dat ik 3000 euro heb. 3000 euro. Gegarandeerd. Voor jou. Wij zorgen natuurlijk voor dat het zo snel mogelijk op je rekening staat. 3000 euro. En met zo snel mogelijk op je rekening staat, bedoel ik morgen. Dus het is gewoon direct storten op 0909-8830. Jongens, is er iemand in de uitzending? Het klokje tikt verder. 0909-8830. Kan jij mij zo snel mogelijk vertellen wat het juiste antwoord is? Ik ben benieuwd. Voor 3000 euro. Ik heb 3000 euro. Het kan allemaal voor jou zijn. Suzanne, goedemorgen. Suzanne. Ik heb babykamer. Babykamer is het ook niet, Suzanne. Oh, jammer. Hè? Dankjewel. Ik zet hem er wel even bij, natuurlijk. Zullen we iets gaan doen? We gaan gewoon, weet je, we hebben overal gewoon maling aan. Ik heb hier 3000 euro.
ik ga het gewoon weggeven. Dus of je nou het antwoord geeft wat in de envelop zit. Of gewoon een willekeurig antwoord. Weet ik veel. Dan kan jij gewoon hier bij mij de 3000 euro opkomen. Dus noem een woord wat voor kamer kan. Dus dat je dan wel één geheel krijgt. Noem kamer. Ik krijg van mij 3000 euro. Of het nou in de envelop zit of niet. En je gelooft het bijna niet. Dus eigenlijk alles wat je nu zegt kan. Dus als jij nu ineens denkt van joh, ik... Pace, kamer kan. Nou, daar hoef je niet meer mee te komen. Wel, van mij mag het ook. 0909-8830. Als jij nu zo meteen hier bij mij komt met één woord wat voor kamer kan. Maakt niet uit of het nou dit woord is of dat woord. Dan krijg jij gewoon van mij 3000 euro. Wat? We gaan er geld bij doen. 3400. Dus 3400 voor elk willekeurig woord. Wat past er voor kamer? Het kan die zijn. Het kan die zijn. Het maakt voor mij niet. Als het maar gewoon normaal een kamer is. Als het maar een normaal woord is. Ik bedoel, ja, je kan alles wel roepen. Strikjes. Kamer. Kan niet. Vind ik geen woord. Dat vind ik niks. Dat kan niet. Maar studeerkamer bijvoorbeeld. Daar kan je zo 3400 euro voor pakken. Dankjewel. Komen oud-collega's binnen. U ziet ze zo meteen allemaal hier bij ons op 0909-8830. Kan jij nu nog meespelen? Luister, baby, kinder, allemaal leuk en aardig, maar die zijn het dus niet. Maar als je nou zit te kijken en je denkt ineens van, joh, ik kom nog een keertje binnen met huis. Wat gaan we daarvan maken dan? Is dat ook goed? Dus noem maar één van het bord en dit is ook goed. 0909-8830. Ja, je gelooft het thuis gewoon niet, maar het is gewoon wel zo. En waarom? Nou, omdat dit serieus mijn allerlaatste belspel is. En wij hebben echt eigenlijk een beetje maling aan, hoe of wat. We hebben er gewoon kak aan. We doen het gewoon. Maakt niet uit. Noem maar één. Als jij zegt huiskamer, prima. Krijg je van mij hier gewoon die 34 of toren of wat. Nou, noem ze maar op. Als je geen leuke ideeën hebt, noem maar één van het bord en je krijgt van mij gewoon 3400 euro. Wat? 3600 kan ons het schelen. 3600 euro. Maar ja, het gaat er gewoon om. Wanneer word je doorgeschakeld? Hè? Wanneer kom je dan bij mij hier in de studio? Dit is gewoon lachen. Jongens, wij moeten zo meteen beginnen met lijn 4. Dus zou het niet ongelooflijk leuk zijn als jij hier zo meteen bij mij komt? En gewoon hier een vet bedrag weghaalt. Geen 34, maar 36, jongens. 0909-8830. Binnen één minuut. Dus zet je eierwekker maar klaar. En we gaan ook even vertellen wat hier is. Dat, ja, dat kleine bedje. Verloskamer. En we hebben er hier nog één. Maar dit is dan weer een ander woord. Hadden we dan later voor gespeeld. Bovenkamer. Goed. Als je nu zit te kijken en denkt, joh, ik bel met verloskamer, prima. Krijg je van mij 3600 euro. Lekker toch? 3600 euro. 0909-8830. Ik sta hier gewoon, telefoonnummer. Ja, je moet zelf kijken wat je wilt. 30 seconden. Minder dan 30 seconden, jongens. Minder dan 30 seconden. En jij kan hier bij mij een fantastisch bedrag weghalen. 3600 euro. Daarna gaan we naar As The World Turns. En daarna begint lijn 4. Ja. En het wordt een hele speciale uitzending. De allerlaatste lijn 4. Een dubbele uitzending. Allemaal bekende gezichten komen er langs. Dus blijf vooral lekker zitten. Maar ja, nu zou ik zeggen, jongens, we hebben die portemonnee nog hier. Vol met 3600 euro. Het is take it or leave it. Weet je, je hoeft van mij echt niet mee te spelen. Maar ja, er is altijd iemand die denkt, nou, weet je, ik weet het. Ik weet iets. Dus je kan zo, noem maar wat. In ieder geval, het moet wel voor kamer passen. Dus als je nou iets heel raars noemt, ja, dan moeten we natuurlijk... Nee, weet je wat, maakt ook niet uit. Maakt niet uit. Jongens, ik heb 3600 euro. Doe wat je wil. Hoeft niet.
Maar het zou natuurlijk leuk zijn als jij zo meteen hier bij mij komt en die 36, die allerlaatste. 3600 euro. Ik heb iemand aan de telefoon. Bert, goedemorgen. Goedemorgen. Hey Bert, dit zou wel eens jouw geluksdag kunnen worden. Ja. Bert, noem eens wat. Wat past de voorkamer? Bovenkamer. Ah, wel ja, fantastisch. 3600 euro voor jou, Bert. Nou, stikke mooi zeg. Hey, dat is mooi, of niet? Dat is hartstikke mooi. Hey Bert, dankjewel. Je was mijn allerlaatste kandidaat ever. Ik wil je hartstikke bedanken. Blijf zitten voor lijn 4 en dankjewel. Doeg! Het allerbeste nog.